Zoals jullie zien ligt hier al een heleboel op de grond. Het is om te laten zien dat je met hele simpele dingen al heel veel kan doen. Foto's zijn soms zo mooi symbolisch. En je kunt ze kiezen en dan hebben mensen soms geen woorden om iets duidelijk te maken. En door middel van die foto's kun je heel erg veel praten over allerlei gevoelens met betrekking tot dit onderwerp. En je koopt ze gewoon bij de kaartenhandelaar en het beste werken de zwart-witte. En we leven in een maatschappij waarin vooral seksualiteit als onderwerp een onderwerp is waar we over praten op een grappige manier. Dat is geoorloofd bij ons. En serieus praten over dat onderwerp is moeilijk voor heel veel mensen, ook voor cliënten. En als er dan ook nog een hulpverlener is die daar helemaal niet over kan praten, omdat die tegen zijn eigen grenzen aanknalt, ja, dan wordt het niks. Dus daar moeten we heel erg op letten dat dat gebeurt. Daarom krijgen de deelnemers van deze workshop direct maar een lesje seksualiteit. Wat heb je allemaal nodig om prettig te kunnen vrijen? Om prettig gemeenschap te kunnen hebben? Daar heb je opwinding voor nodig. En daar heb je tijd voor nodig. Als vrouw heb je daar tijd voor nodig. En een gezellige omgeving en veiligheid en vertrouwen en liefde en intimiteit en mooi weer en een bosje bloemen en een paar nieuwe schoenen en weet ik het wat je er allemaal voor nodig hebt. Een nieuwe tas. He? Dus, maar daarvoor moet je wel voor jezelf op kunnen komen. En als jij opgevoed bent met dat beeld van nou zo moet ik vrijen, de pornoseks, en je wil daar graag aan voldoen, ja, dan red je dat niet. Ik denk zeker dat door het huidige beeld van seksualiteit, wat we allemaal zien, all over, op internet en televisie en in films, met name de vrouwelijke seksualiteit een beetje ondergesneeuwd wordt. En die is nog maar zo jong ontdekt, hè? Dat is ook nog niet zo heel erg lang dat we weten van hoe dat precies werkt. En we weten er nog niet alles van, hoor, van de vrouwelijke seksualiteit. Dus dat is ook wel een beetje mijn stokpaardje in trainingen en in voorlichtingsbijeenkomsten. Hoe ziet u dit voor zich, zeg maar, als gewone groepsleider in een residentiële instelling? Moet je dit dan weten? Moet je dit kunnen herkennen? Hoe past dit? Ik denk dat je waar je ook werkt in staat moet zijn om elk levensgebied te kunnen bespreken. En daar hoort seksualiteit ook bij. He, want het wordt maar al te vaak ook als excuus gebruikt. Zo van, ja, weet je, ja, dat hoort hier niet thuis. Nou, dat hoort hier wel thuis, want het hoort gewoon bij mensen. En of je nou in een verpleeghuis of in de jeugdzorg, of maakt helemaal niet uit. Geen van jullie mag een excuus hebben om dit niet te bespreken. Dan mag ik misschien even zeggen dat ik letterlijk nog nooit zo duidelijk en fijn om over je eigen seksualiteit te horen. Okay, of hoe dat werkt. Wel. Ik heb altijd gehoord, ja, zo werkt een condoom, zo moet je penetreren, dit gebeurt er, dat gebeurt er, zus gebeurt er. Maar je moet wel verliefd op elkaar zijn. Maar nooit hoe je met je eigen gevoelens daarover moet omgaan. Zo. Dus ik, nou, 10 minuten meer dan 20 jaar seksuele voorlichting. Dank je wel.